De 3 maanden te vroeg geboren Lizzie komt terug van de operatiekamer. Dokter Roofdhoofd vangt haar op om haar weer te installeren op de intensive care. Aanvankelijk is het perioperatief eigenlijk als een zonnetje gegaan. Ik kan me overzetten. Bloeddruk goed, saturatie goed. Lizzie is geopereerd aan haar open ductus. Een bloedvat tussen haar hart en haar longen dat na haar geboorte vanzelf had moeten sluiten. Dit is niet gebeurd. En dat zorgde voor ernstige complicaties met haar ademhaling en voeding. Daarom heeft Lizzie vandaag een clip op het bloedvat gekregen. De operatie is succesvol verlopen. Maar het is voor de kleine Lizzie wel een grote ingreep geweest. En dus voor haar ouders een heel spannend uur. We hebben ze voorbereid dat ze in hun ogen misschien wel een beetje achteruit gegaan kan zijn nadat ze terugkomt. Weer terug aan de beademing is voor hun ook een grote stap terug. Maar dat iets tijdelijks is. Dus ik denk voor ouders is dit zenuwslopend. Is gewoon zo. Ze heeft geen infusie meer nodig. Ze krijgt alles via de zonde. Dus ze is tussendoor heel actief. Ja, ze doet het goed. Het gaat zelfs zo goed met Lizzie dat ze vandaag voor het eerst een lichtere vorm van ademhalingsondersteuning mag uitproberen. Via een zogenaamde neusbril wordt nog maar een heel klein beetje extra lucht in haar neus geblazen. Het is voor Gwen en verpleegkundige Annelies nog wel even spannend of Lizzie het volhoudt met zo weinig ondersteuning. Je ziet het ook wel aan het terug hoor, want het trekt ze een beetje in. En laat het anders even op de buik leggen en anders leggen we haar gewoon om 3 of 4 weer terug aan de... Ja. Ik vind nu wel dat als ik denk, als ik zo naar de kijk, dat ze wel een beetje moeder uitziet. En ze dipt dan ook wel. Ja. Nou zijn we en aan het verzorgen en aan het nakijken. Ja, dan laten we even een uurtje rust geven. Heb jij een nieuw spiegeldoekje? Ja. Net bij het lichamelijk onderzoek dacht ik wel van nou, ze moet toch nog wel hard werken voor de ademhaling. Dus we moeten ook zorgen dat we niet te veel van haar gaan vragen. Ik had het ook straks even te kijken dat ik dacht, Is het een gatenluchtkamer? Nee, precies. We moeten er ook niet gaan uitputten als het niet hoeft. Toch? Nee. Het afbouwen van de ademhalingsondersteuning is een belangrijke stap voor Lizzie. Als ze het volhoudt met de neusbril, mag ze misschien binnenkort de intensive care verlaten. En kan ze verhuizen naar een ziekenhuis in Tilburg, de woonplaats van haar ouders.